ben Christine Hemrechts en ik ben een collega van jullie, want ik geef les aan het conservatorium in Antwerpen en dat maakt deel uit van de AP Hogeschool. Nickname Massoud. Zegt die naam jullie iets? Hij was prominent aanwezig in de kranten, want hij is die man uit Irak die zo wanhopig was om in Engeland te geraken dat hij in Calais een soort van reddingsvest in elkaar heeft geknutseld met plastic flessen en met een visnet. Hij heeft dat om zich gebonden, 2 paar jeans aangetrokken, zwemvliezen en hij is beginnen zwemmen in de hoop Engeland te bereiken. Dat is inderdaad jammerlijk misgegaan en hij is in de buurt van Zeebrugge uit de zee gevist. Een tragisch verhaal met een gruwelijke foto in de kranten die waarschijnlijk iedereen toch wel diep heeft getroffen. Zoals Nickname Massoud zijn er helaas heel veel mensen die op de vlucht moeten gaan uit hun land, uit Syrië, uit Soedan, uit Irak, omwille van de omstandigheden daar. Niet iedereen heeft zoveel ongeluk als Nickname Massoud. Sommigen komen wel veilig terecht. En zij worden opgevangen onder andere door Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft uiteraard daarvoor geld nodig. En u hoort mij aankomen, voor dat geld doen wij een beroep op u. Want Vluchtelingenwerk Vlaanderen die organiseren op 30 september een wandeling van 40 kilometer, die heet de Refugee Walk. Mensen doen daaraan mee en zij laten zich sponsoren. En dus ook docenten van de AP Hogeschool hebben een team gevormd. En dat team heet de Appertjes, want de Appertjes die gaan stappen. En u kunt die Appertjes, die stappende Appertjes, u kunt die mensen sponsoren. Dat kan op 2 manieren. Op 5 september, dat weten jullie, is er hier het infodag. Wel, op die infodag zullen jullie een collectebus zien staan. U begeeft zich naar de collectebus en u stopt daar centen in. Let wel, indien u 20 euro geeft of meer, dan krijgt u een cadeautje voor uw moeite. En dat cadeautje hier is het, is of deze mooie agenda. Of dit ding, dat heet, heb ik mij laten vertellen, een lanyard. Oké, een extra prijs voor mensen die weten hoe dit ding in het Nederlands heet. Het is een lanyard waaraan u uw sleutels kunt hangen. Allemaal voor die 20 euro of meer. Dat is mogelijkheid 1. Mogelijkheid 2 gaat in zijn werk op deze manier. Mijn papiertje erbij nemen. U gaat naar de website van Refugee Walk. U klikt op sponsor een stapper. Dat is niet moeilijk. Sponsor een stapper. Vervolgens klikt u op zoeken. Daar vult u in Appertjes. Niet moeilijk om te onthouden, hè, van de AP Hogeschool. Appertjes. U klikt dan op steunen en vervolgens kan u het bedrag kiezen dat u wil overmaken. Let wel, indien u daar 40 euro geeft of meer, dan ontvangt u van de Belgische staat een fiscaal attest en kunt u het bedrag aftrekken van uw belastingen. Iets wat alle Belgen toch wel heel graag doen. Dingen aftrekken van hun belastingen, zodanig dat u in feite eigenlijk maar een 25 euro betaalt voor het goede doel. En uiteraard bedanken wij u bij voorbaat voor uw gulle bijdrage. Denk erom, wie geeft, wordt gelukkig, zegt men. En dit is een kans voor u om uw hart te laten tonen, uw goede hart. En denk erom, wij hebben veel geluk hier in België dat we niet op de vlucht moeten slaan. Generaties voor ons hebben dat wel moeten doen. Laten we hopen dat we nog lange tijd mogen behoren bij de Club Gelukkigen en dat wij mensen die minder geluk hebben een duwtje in de rug kunnen geven. Dank u wel.